Dit is Italië. Dit is Milaan. En dit is het San Siro. En hier speelt onze eigen Aaron Winter. Dag Aaron. Hey. Hallo. Ja, Italiaanse bellen. 3, 4, 3, 6, 8, 0. Fijn. Aaron. Va bene. 3, 4. En klap. Va bene, grazie. Ciao. He, klaar? Ja. Je bent in ieder geval een aanzichtkaart, Aaron. Mei. Ja, juni. Aaron is de maand juni. Ben je ook een pet? Nee. Niet? Pet, nee. Ben je een sjaal? Ook niet. Ben je een sleutelhanger? Nee. Dat telt hij niet mee, hoor. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Ja, de kleedkamer van Inter. Ja. Dit is het dan? Ja. Teleurstellend. De kleedkamer van Inter. Dan denk ik, daar komt hij dan. Ja, ik moet het even verwerken dit hoor, want ik vind het een beetje... De douches van Inter. Ja, dit is alweer zo eentje, Aaron. Hier staat Ronaldo. Ja. Je staat dan zo onder zo'n douche. Ja. Het is daar toch niks? Het bad van Inter. Het is werkelijk een enorme domper. Ja. Een verschrikkelijke domper. De beste voetballer van de wereld, die moet hierin. Ja. Ja, dit ziet er ook niet zo... Het lijkt wel een goedkope camping. De toiletten. De toiletten? Oh, die wil ik wel graag zien, Aaron. Daar komt hij dan. Hier moet Ronaldo ook op. Hoe doe je dat dan? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Hoe ga je dan zitten dan? Zo. Ja, ik weet het niet. Ja, jij zit hierop. Jij speelt hier. Ik zou dat niet kunnen. Ik val gewoon om. Ik moet mezelf vasthouden. Hoe moet dat dan? Hoe poep je bij Inter? Dat is de vraag eigenlijk. Ja. Nou, doe het mij voor. Ik denk dat je gewoon moet gaan zitten. Dus lijkt dat zitten. Ik krijg hele sterke bovenbenen van. Oh, vandaar. Ze beschouwen het als training bij Inter. Ja. De spelerstunnel van Inter. Mooi stadion. Hé? Schitterend stadion. Het is een van de mooiste stadions ter wereld, vind ik. Hey, ik ga jou van harte feliciteren, Aaron. Ja, ik ben langjarig geweest, waar? Nee, met je terugkeer bij het Nederlands elftal. Woensdag is hij erbij, hoor, Winter. Tegen Marokko. Omdat je er weer bij zit, heb ik dit voor jou. Kijk. Ja, daar komt-ie, kijk. Beatrix. Juist. Bea. Ja. De Queen. De Queen. Je zet haar op je nachtkastje, je kijkt er even naar en dat houdt dat oranje gevoel brandend. En vergeet nou niet, woensdag speel je natuurlijk voor Koningin en Vaderland. Aaron, en ik wens jou hartstikke veel succes.